De VVV's in Haastrecht, IJsselstein, Gouda, Schoonhoven, Oudewater, Montfort en Woerden zijn gesloten. Door de faillissementaanvraag van het Groene Hartbureau voor Toerisme stoppen de werkzaamheden per direct. En dat is een klap voor de betrokken gemeentes, het toerisme in het Groene Hart, maar voornamelijk ook voor de medewerkers. Mag ik u vragen waarom de VVV dichtgaat? Ja, dat mag je vragen, maar ik kan eigenlijk verder nu weinig zeggen. Er is een persbericht en er staat alles in. Bedankt. Het sluiten van de kantoren komt voor iedereen en ook voor de wethouder als een verrassing. Zijn eerste zorg gaat uiteraard wel uit naar de medewerkers die de dupe zijn. Komt voor mij wel als een verrassing. U wist van niets? Nee, ik wist hier niets van. Ik heb niemand van het VVV-bestuur kunnen spreken. Ik heb uitsluitend eerst het telefoontje gekregen dat jij me wilde spreken. En vervolgens heb ik het persbericht opgevraagd en gezien. Mijn eerste zorg gaat nog niet zozeer uit naar die culturele invulling, maar even naar de medewerkers van de VVV die hierdoor geraakt zijn. Ik ga eerst even zekerstellen dat zorgvuldig wordt afgewerkt en contact zoeken met het VVV-bestuur waarom dit besluit nou zo genomen is en hoe dat heeft kunnen komen. En dan gaan we daarna in alle rust even nadenken wat dit voor de gemeente betekent. Kijk, dat er teruggevallen wordt op de gemeente begrijp ik ook. Er valt een dienstverlener van ons weg, dus er ligt weer een verantwoordelijkheid bij ons. En die pakt u op? Ja, die pak ik op, want de promotie van Woerden is gewoon heel erg belangrijk. Maar met een faillissement is altijd geld gemoeid. En als het faillissement doorgaat, loopt de gemeente Woerden de kans financieel het schip in te gaan. Ja, we praten over een faillissement. De subsidiebeschikking gaat over een bedrag van ongeveer 40.000 euro. Dus deels in natura, deels in de huur die in dit pand zit. Wat dat precies betekent, kan ik nu niet beoordelen. Nogmaals, ik ken de omstandigheden niet waaronder men hiertoe besloten heeft. Maar ja, ik neem aan dat ook de curator wel langs zal komen. Maar het kan heel goed zijn dat Woerden die 40.000 euro kwijt is. Nou ja, dat kan ik nu niet beoordelen. Kijk, het is een beschikking voor 2012. Als je op 20 januari dichtgaat, heb je geen diensten geleverd over 2012. Dus ik kan me niet voorstellen dat ik daarvoor moet betalen voor iets wat ik niet geleverd heb gekregen.